Stichting Vier Stromenland, het organiserende orgaan achter het Fruitcorso en businessclub Betuwe in Zaken gaan samenwerken. De afgelopen maanden zijn we bij elkaar gaan zitten. De samenwerking behelst op dit moment een bundeling van krachten op het gebied van het bedrijfsleven. En wat bedoel Vier Stromenland daarmee en Betuwe in Zaken? Een platform creëren voor het bedrijfsleven om met elkaar formeel en informeel te kunnen netwerken. Dit is een eerste aftrap in een samenwerkingsverband van de komende 3 jaren. Waarvan in oktober, november in samenwerking met Vier Stromenland een format zal worden gepresenteerd in het kader van een prevenement. Zodat we zorgen met het bedrijfsleven, maar ook straks voor de consument, nog meer beleving rond het Kalverbos, in de grachten, rond het Hart van Tiel, het nieuwe centrum van het Fruitcorso. Zoals jullie weten, dit jaar een nieuw parcours en we staan hier in het kloppende hart van het nieuwe parcours. Heel veel nieuwe zaken. Een parcours dicht tegen de binnenstad aan. Betrokkenheid van de ondernemers erbij. En met die ondernemers gaan we ook een stukje samenwerken. En dat doen we samen met Betuwe in Zaken, met het BIS. U zult er nog niks van kunnen merken. Wel intern voor het bedrijfsleven. Maar in september, oktober dit jaar zullen wij een presentatie geven. Samen met Vier Stromenland in het format. Het prevenement in het Hart van Tiel. Fruitcorso 2015.